mijn vertrouwen vind ik momenteel in het Marokkaanse elftal. Want het is een heel bijzonder elftal. Je kan het eigenlijk beter het Marokkaanse elftal van Nederland noemen. Want bijna alle succesvolle basisspelers komen uit Nederland. Het is de post-9-11 generatie. Ze zijn opgegroeid met Pim Fortuyn en polarisatie. Hun geloof en etniciteit was niet gewild. Er was altijd iets op aan te merken. De Nederlandse samenleving keek naar ze als underdogs. Jongens die er niet bij hoorden. En dat de underdogs zijn, dat hebben ze omarmd. Het Marokkaanse elftal is een elftal van underdogs. Ze zijn jeugdig, maar wel bereid om te vechten voor elkaar als oude strijders. Dat maakt het bijzonder. Hun wortels liggen in Nederland, maar ze kiezen voor het land van hun voorouders. En die keuze is de keuze van het hart. Hun Hollandse brani, inzicht en spelvaardigheid nemen ze mee. Dus in die zin zijn ze weer een exportproduct van Nederland. Het zijn wel onze jongens die daar spelen en we moeten achter ze staan. Ik geloof in de leeuw van de Atlas. Ik vertrouw ze. En vertrouwen is alles.